Hi allemaal, welkom in weer een nieuwe video. De feestdagen komen eraan, dus Larissa en ik dachten het is misschien wel leuk om een video te delen met wat outfit inspiratie, met outfits die je dus kunt dragen met de kerst, maar ook met oud en nieuw. Dus in deze video laten we je een aantal outfits zien. Misschien wel met kledingstukken die je al in de kledingkast hebt hangen en anders zullen we ook wat linkjes in de beschrijving zetten naar kledingstukken die wij dus dragen in deze video. Dus gewoon een video vol met superleuke feestelijke outfit inspiratie en ik ben heel erg benieuwd wat je ervan gaat vinden. Nou, geef deze video alvast een duimpje omhoog en dan gaan we nu beginnen. Zo, dan is dit de eerste look en dit is eentje waar ik me echt heel erg comfortabel in voel. Want ik ben dol op wikkeljurkjes en dan is dit ook nog eens een hele leuke, want er zitten allemaal gouden glittertjes op. Eigenlijk zijn een soort van gouden spikkeltjes of hoe je dat ook noemt. Sprinkles misschien wel. Wikkeljurkjes zijn natuurlijk super ideaal, want je kan ze gewoon wat strakker en wat losser doen. Dus dat is heel erg goed wanneer je natuurlijk lekker gaat eten. Daaronder heb ik gewoon een sheer panty gedaan en een paar Dr. Martens. Nou, mocht je deze Dr. Martens iets te grof eronder vinden, dan kan je ook bijvoorbeeld overknee laarzen doen of een ander soort leuk hakje of een ander laarsje. Dus dat is een beetje een eigen wens, maar ik vind het wel heel erg leuk om zeg maar zo'n lievig jurkje af te maken met een wat stoerdere boot op deze manier. Ik ben echt super comfortabel en heel erg feestelijk tegelijk. Nou, dit is de tweede look en dit is een hele comfortabele outfit. Dit is zo'n lekkere loszittende trui, dus dat is echt ideaal voor als je lekker wil eten en je niet zorgen wil maken om ja, dat je misschien wat meer een buikje krijgt, niet dat dat erg is of iets dergelijks. Dan heb ik hieronder een hele mooie satijnen rok. En dit is ook echt zo'n look die ook echt super leuk is sowieso voor everyday. En dan met een mooie leren puntlaarsjes eronder. Dus ik vind deze gewoon heel erg comfortabel. Alles is eigenlijk los, maar het ziet er allemaal nog heel erg put together uit. En voor wat extra kleur heb ik hier deze baret opgedaan. In principe kan je deze ook op in het grijs of zwart of misschien zelfs rood. Maar ik vond dit wel lekker warm staan voor het hele geheel. En toch wel gewoon heel erg feestelijk. Voor deze look hebben we gekozen voor een heerlijke casual sweater dress. Deze is ten eerste mega comfortabel en ik vind hem gewoon heel erg chill omdat het gewoon een heel lekker recht model is. Daarom heb ik er wel voor gekozen om overknees erbij te combineren. Dat maakt het net ietsje feestelijker of wat net iets meer aangekleed. En ik heb gekozen voor deze leuke panty met stipjes. Je kan natuurlijk ook kiezen gewoon voor een simpele panty. Maar ik denk dat deze stipjes wel net ietsje meer feestelijkheid geven. En het is echt maar een heel klein beetje dat je ziet. Dit is echt een mega comfortabele outfit. Je ziet er eigenlijk helemaal niks in. Dus ook in dit geval kan je weer gewoon lekker eten. En voor de gelegenheid, omdat deze hals wat hoger is, heb ik eventjes een staart ingedaan. Dan vind ik het net ietsje leuker en frisser staan. Nou, de volgende outfit is zoals je ziet helemaal zwart. En daar hou ik wel heel erg van, vooral met de feestdagen. Ik vind deze outfit wat meer geschikt voor een feestje. Hij is wat meer, ja, gewoon partyproof eigenlijk. Ook een beetje sexy. Dat komt echt wel doordat ik hier een nepleren broek aan heb getrokken. Ik vind het echt fantastisch staan. Dus het is ook echt wel ja, zo'n outfit die je eigenlijk ook wel na de feestdagen nog steeds zou kunnen dragen. Ik heb hier deze tas bij met van deze zwarte details. En wat ik heel erg leuk vind is dat deze top, ja, die heeft zeg maar pofmouwtjes, maar die zijn doorzichtig. En ik heb best wel brede schouders, dus dan vind ik pofmouwtjes vaak een beetje too much. Maar doordat dit van dat mesh spul is, kan het heel erg goed. En dan zie je dus een klein beetje met tatoeages er doorheen spieken. Dus dat maakt de look heel erg stoer, maar het is tegelijkertijd ook wel gewoon heel erg vrouwelijk. En dan deze hakjes, die zijn niet zo heel erg hoog. Dus zijn super comfortabel om in te lopen. En die hebben dan ook nog zo'n detail met van die pareltjes. Dus het is wat mij betreft heel erg feestelijk. Nou, deze outfit is echt super comfortabel. Het is een hele fijne glitter jumpsuit. Dus tegelijkertijd is denk ik ook heel erg geschikt om te dragen wanneer je naar een feestje gaat. En in dit geval heb ik er ook nog een leuk heuptasje bij gedaan. Ik vind dat één heel erg leuk staan omdat dat een beetje je middel en je benen net een beetje kan opbreken. Wat heel erg fijn is dat je ook nog echt wat een middel kan creëren. En het is natuurlijk super functioneel, want hier kan je je telefoon in doen, je geld en al dat soort dingen. Misschien een lipstick als je gedurende de dag een beetje wilt bijwerken.
werken. Dus het is functioneel en het staat ook nog eens heel erg leuk in je outfit. Nou, zo'n jumpsuit kan je natuurlijk gewoon dragen zonder t-shirt eronder. Want ik weet dat het heel erg persoonlijk is wat mensen hiervan vinden. Ik vind het persoonlijk wel heel erg leuk en het maakt het ook net iets meer casual. Waar ik heel erg van hou. Maar het kan natuurlijk ook zeker zonder. Dan is het net ietsje sexier, net ietsje bloter. En dan heb ik hier ook nog eventjes een leuke ketting bij gedaan. Omdat het anders een beetje een groot zwart geheel is. Om het helemaal af te maken heb ik gekozen voor deze laarsjes met punt. Dan heb ik hier weer een bijna zwarte outfit. En deze ziet er weer heel erg netjes uit. Bijna een beetje zakelijk. Maar dan toch nog een beetje die glitters om te laten weten dat het, ja, dat het geen werkoutfit is, zeg maar. Dus ik heb hier een oversized blazer. Met hieronder, ja, een beetje een satijnen topje met een V-hals. Ik vind dat wel belangrijk om onder die blazer een beetje huid te laten zien. Dus niet een hooggesloten top. En dan heb ik hieronder een leren pantalon. Dus dat, ja, geeft de boel weer even die extra kick. Een beetje wat stoerder, maar ook weer wat sexyheid. En dan heb ik hier nog hoge hakken met een blokhak. Dus deze lopen super comfortabel. En ja, ik vind het gewoon een hele mooie, best wel chique outfit. En dan is de tas zeg maar grijs en de schoenen. Dus deze outfit is heel erg geschikt, ja, voor borrels, voor feestjes, voor als je naar je schoonfamilie gaat bijvoorbeeld. Dus ja, zo ziet de outfit er nog uit van de zijkant. Ik moet zeggen dat dit toch wel echt een van mijn favorieten is. Voor deze look heb ik duidelijk gekozen om even wat rood toe te voegen. Want rood is allereerst mijn lievelingskleur. Maar ik vind het ook wel echt heel erg feestelijk en vrolijk staan. En perfect voor kerst. Vooral in combinatie met dit ruitje hier op de rok. En ik heb het even terug laten komen in deze baret. En natuurlijk, ja, als je niet zo erg van baretjes houdt, is het misschien ook heel erg leuk om een rode haarband toe te voegen. Ik denk dat dat ook heel erg perfect in deze look staat. Om het bovenop eventjes daarom iets simpeler te houden, heb ik gekozen voor deze zwarte trui. En die heb ik in de rok gedaan. Daarbij een lichte panty. Dat vond ik wel heel erg mooi staan. Vind ik net iets leuker, denk ik, dan als je een helemaal zwarte panty doet. Wat overigens ook kan, maar ik denk dat ik dit net ietsje leuker vind. En aan de onderkant heb ik gekozen voor deze superleuke enkellaarsjes. En hier zitten studs op. En die vind ik wel heel erg leuk staan in combinatie met het rokje. Lekker feestelijk. En om mijn hals heb ik ook nog gekozen voor een heel dun klein kettingje. En die vond ik wel echt heel erg perfect passen bij de enkellaarsjes. En ik wil jullie ook nog eventjes laten zien dat deze look heel erg mooi staat met een paar overnielaarzen. Dus ik ga eventjes deze enkellaarsjes omwisselen voor dat paar. Ik vind dit ook wel echt heel erg leuk staan. Zorg ervoor dat hij toch net ietsje anders is. Maar ik vind het er ook nog steeds heel erg goed bij passen. En deze overnielaarzen houden je been natuurlijk ook nog net ietsje warmer. Zo, voor de volgende outfit heb ik gekozen voor een wat korter rokje. Zoals je ziet. En ik heb nu geen panty aangetrokken. Maar je kan natuurlijk altijd een panty eronder aantrekken als je dat net wat warmer vindt. En wat wel heel erg leuk is, is dat het rokje die heeft hoesjes. En de top die heeft dat ook. Dus het is echt eigenlijk toch nog wel één geheel. Maar het is een losse rok en een losse top. En deze blouse, daar heb ik echt super vaak vragen over gekregen. Maar deze is al 2 jaar oud. Die is op dit moment niet meer te verkrijgen. Maar als ik een soortgelijke blouse heb gevonden, dan zal ik hem dus doorlinken in de beschrijving. En ja, dat geeft toch een beetje die kleine pop of glitter. En ondanks dat het dus goud metallic is, is het echt zo'n blouse die je ook na de feestdagen nog steeds heel goed kunt dragen. Hetzelfde met de rok. Als je zou willen, zou je deze rok in elk seizoen kunnen dragen. En hij is ook gewoon zwart, zit geen glittertje doorheen of zo. Dus het is echt zo'n item die je eigenlijk voor de feestdagen misschien in huis hebt gehaald. Maar die je daarna nog steeds kunt dragen. Dus dat vind ik ook wel heel erg belangrijk. En dan heb ik hier deze blokhakken weer aan. Deze lopen gewoon ontzettend lekker en zien er gewoon feestelijk uit met een beetje die sparkles. En dat past dan gewoon heel erg bij de top. En dan heb ik hier gekozen voor een rode tas, maar je kunt natuurlijk altijd kiezen voor een zwarte of een andere. Maar ja, ik vind dit wel heel erg lekker en feestelijk. Nou jongens, mijn motto in het leven is when in doubt, go for a black look. Dus dat heb ik met deze look gedaan. Hij is helemaal in het zwart. Maar deze top is wel een beetje wat specialer, wat feestelijker. Het is een soort van semi-off-shoulder top, zoals je hier kan zien.
En dan heeft hij aan de bovenkant zo'n ruche. Het is een beetje een soort van semi-satijnen stofje. Dus hij heeft net een klein glansje erin zitten. Waardoor hij net wat meer dressy is. Wat net iets meer feestelijk. En dat heb ik gewoon verder gecombineerd met een zwarte skinny jeans. Eentje die ik echt altijd draag. Dus dat is makkelijk. En een paar enkel laarsjes met een puntje. Zodat het, dan lijkt je ook net vaak ietsje langer en slanker. En dat vind ik wel heel erg mooi staan. Verder heb ik hier nog eventjes een kettingje omgedaan. Om het helemaal af te maken. En dan eventueel nog een schoudertas. En dan denk ik gewoon dat je met deze outfit wel echt altijd gewoon heel erg safe zit. Dus dit heb je misschien vast wel in de kast hangen. En anders is het gewoon heel erg chill om altijd gewoon voor zo'n topje te gaan. Mijn tip is ook om tenminste zo'n wat meer dressy, feestelijk topje in de kast te hebben hangen. Want dat kan je dus dragen voor de feestdagen, maar ook voor ander soort borrels, feestjes. En die komen altijd wel van pas. Nou, dit is echt zo'n outfit waarmee je echt indruk maakt, maar waar je eigenlijk niet heel veel moeite in hebt gestopt. Want de bovenkant, dit is een glitterblazer en je hoeft hem alleen aan te trekken. En het is gewoon meteen bam, party. Je ziet er netjes uit, je ziet er feestelijk uit en hij is gewoon top deze. En deze heb ik gewoon op een zwarte skinny gecombineerd. En ja, iedereen heeft wel een zwarte skinny in de kast liggen. En dan heb ik mijn laarsjes aangetrokken. Elk laarsje werkt. Een paar hakken, dat werkt ook zeker. Mocht je er helemaal geen zin in hebben en je wil sneakers of docs aan, doe dat gewoon lekker. De bovenkant is in ieder geval heel erg party. En wat ik gewoon heel chill vind, is dat je deze dus in het middel nog even kunt aantrekken. Dan heb je ook nog een beetje zo'n figuurtje erin zitten. Dus deze is echt wel, ja, heel erg mooi. En hij schittert echt alle kanten op. Maar wat ik ook wel leuk vind aan deze blazer is dat je hem dus ook nog los kunt dragen. Kijk, zo staat hij open. Het is een hele andere look. Tegelijkertijd, ik bedoel, het lijkt er heel erg op, maar het is toch weer een andere look, vind ik wel. Dus ik heb hier de achterkant bij elkaar geknoopt. En dan heb ik hier gewoon een simpel satijnen topje met een V-hals. Die droeg ik in een van de eerdere outfits ook al. En dat is iets wat je hoogstwaarschijnlijk al in de kast hebt liggen. Dus eigenlijk, laat ik gewoon even heel eerlijk zijn, is het een super basic, maar goede outfit. Met de glitterblazer die gewoon vooral echt dat verschil maakt. Dus het is gewoon in één klap feestelijk en gewoon heel erg chill. En wat ik nog even wil zeggen is dat een glitterblazer is natuurlijk ontzettend opvallend. Maar elk jaar komen glitters weer terug. Het is ook nog eens zilver, dus dat past overal bij. En ja, mijn ervaring is dat als je een glitter item in je kast hebt en je bewaart het jaar na jaar, want elk jaar kan dat gewoon weer. Dit blazer kan je ook over een jurkje aantrekken. Of misschien een mooie top met een rokje. Dan heb je toch weer een hele andere look. Nou, we zijn echt super benieuwd wat jullie van deze looks vinden. En welke jouw favorieten zijn. En waar je ze misschien naartoe wilt gaan dragen. Dus laat dat vooral eventjes weten in de comments hier beneden. Ja, ik ben heel erg benieuwd wat je allemaal gaat vieren. Ik heb zelf in ieder geval eerste kerstdag met onze familie. Tweede kerstdag met familie van mijn vriend. Maar dan gaan we brunchen, dus dat is overdag. En eigenlijk voor de rest helemaal niks. Ik heb ook nog een derde kerstdag. Ja, wat dan? Ja, met vrienden. Heel veel leuke feestjes, heel veel momenten om deze outfits aan te doen. Dus ik moet echt een keuze gaan maken. En ik denk dat ik wel lastig vind, want ik moet zeggen dat ik zowel jouw outfits heel erg leuk vond en die van mezelf ook. Dus ik kan bijna eigenlijk geen favoriet kiezen. Nou, laat even in de reacties jouw favoriete outfit weten. En dan wensen we jullie hele fijne feestdagen en natuurlijk alvast een gelukkig nieuwjaar. Geef deze video een duimpje omhoog als je hem weer leuk vond. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. En druk ook eventjes op dat belletje zodat je een melding krijgt wanneer wij een nieuwe video plaatsen. Heel erg bedankt voor het kijken en tot in de volgende video. Doei! Doei.